vreselijk leuk idee, ja. Wij vragen aan studenten, presenteer wat je hebt gedaan. En dan gaat Thomas, presenteer wat hij heeft gedaan. En toen hoorde ik dat en kreeg ik wat berichten daarover. En toen heb ik als opleidingsmanager gezegd, nee, dat gaan we dus niet doen. Ik wil daar het volgende over zeggen. Ik geloof heel erg in wat Thomas aan het doen is. Ik geloof ook dat het de toekomst is. Ik sta er ook achter dat we gehoor hebben gegeven aan een aantal mensen in deze zaal. Die hebben gezegd, ja, ik wil gewoon niet live gestreamd worden. Ik denk dat er nog een wereld open ligt die gewonnen moet worden voordat we er met elkaar uit zijn. Hoe het dan zit met privacy en hoe we dat allemaal doen. Maar ik wil tegen jou zeggen, Thomas, ondanks dat ik vond dat ik die beslissing moest nemen, ben ik blij dat het in ieder geval zover is gekomen dat jij in ieder geval bij je eigen diploma uitreiking en met je vader dat we dat wel kunnen doen. En dat ik eigenlijk aardig trots ben dat jij met dit product hier staat, omdat ik ervan overtuigd ben dat dit over 3, 4, 5, nou, noem het maar op, jaar gewoon heel gebruikelijk is dat we dat op deze manier doen. En dat wou ik nog even als manager van deze opleiding blijven voordat voor het teruggeven aan Niek om jouw diploma te gaan afvallen. Thomas, het begint wat met een felicitatie. Waar moeten wij nou staan? Ja, zo is het. Zo, ja of daar? Ja, is het redelijk ruim. Redelijk ruim? Ja. 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 Jij hebt je bezig gehouden met wet lecturing. Kan je in het kort uitleggen wat dat nou is? Wat ik hier op de hogeschool heb gedaan is het opnemen van docenten en dat digitaal middels internet aanbieden voor studenten. Dus de lessen opnemen. En het grote voordeel daarbij is dat de presentaties direct meelopen met de gesproken tekst van de docent. Dus zowel de docent als de presentatie worden tegelijk in beeld gebracht. En stelt in staat de studenten door de slides kunnen zoeken naar de juiste informatie binnen de presentaties. Dus de lessen worden opgenomen. De docenten zijn over 3, 4 jaar niet meer nodig. Behalve voor een diploma uitreiking. Nou, de ervaring is dat dat niet het geval is. Wordt meer gezien als een extra middel bij lessen. Studenten kunnen er terugkijken en het is niet een vervanging op. Het is niet een vervanging op. En, dat blijkt ook uit de eerste analyse. Je hebt een aantal lessen opgenomen van een collega van mij. En een dag voor het tentamen ging het systeem bijna over zijn nek, omdat er zoveel studenten waren die allemaal die opgenomen lessen nog wilden bekijken. Toch? Het staat ook in de sheets. Ja, ik straks even bijkomen. Oké. Ja. Ik kan me ook nog herinneren dat we hier een jaar of 2, 3 geleden stonden met een diploma-uitreiking, P-diploma. Weet je dat nog? Ja. Toen was je zo slim, ik weet niet of slim is, maar toen had je aan niemand verteld wat een diploma-uitreiking was. En je bent in de loop van de tijd wel een beetje brand, maar nu heb je dus zelfs die livestream met je ouders in Frankrijk, dat zij mee kunnen kijken naar hoe het een en ander verloopt. Toen had je helemaal niet gezegd dat er een diploma-uitreiking was. Zo is het toch in de zaal. Alleen mijn vader was erbij. Ja, maar nu kunnen ze gewoon meekijken. Ja, gewoon dat het Frankrijk een beetje lekker weer is. Ik ga daar binnenkort ook naartoe. Nee, te warm. Waar zit het? In de buurt van Grenoble, iets lager. Oké. Grenoble, La Muur. Ja, Os. 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 Oké. Daar kom ik niet in. Thomas, we gaan tekenen. Ja. Doet hij het ook? Ik weet niet of hij het doet. Hij doet het wel, maar niet wat hij moet doen. Hij doet het wel. Tuurlijk, wat anders. Huh? Tuurlijk, wat anders. Zou je zoon zijn? Lach hoor. Thank you.
Thomas, van harte. Ja, dankjewel.